Wie krijgt deze gouden spotlights? Sweet! No way! Oh, wow. Dat wordt vet. Dat wordt heel vet. Nou, zoals gezegd, het oordeel van de jury was unaniem. Een prachtig verhaal met kop en staart, vol mooie observaties, gebracht door een innemende persoonlijkheid. Ja, we gaan gewoon. Nummer 1 is geworden Melancholijvi! Oh, dit zit hier nooit aankomen! Levi, it's all you! Levi, die zag je van je leven niet aankomen. Hoe voel jij je? Ik zei het je toch? Ga er staan en neem je fotomoment. Ja, de nummer 1. Taal 2017. Ga het podium op. Levi, nummer 1. En dan ga ik mijn juryvoorzitter Ivo ontzettend bedanken. En dan wil ik vanuit de zaal een ontzettend hard applaus vanuit jullie tenen voor de nummers 1, 2 en 3. Taal, Kunstwende. Oh, wow. Dit is amazing. Oei, oei, wauw. Yes. Ik ben Levi. Ik ben nu 17 jaar oud en ik heb jou nog niet ontmoet. Maar als ik je had ontmoet, was je nu bij me geweest. Ik wou niet zijn zoals de anderen op school. Ik wou niet zijn zoals mijn vrienden die altijd de neiging voelden om te vertellen hoeveel bitches ze fuckten. Ik wou niet zijn zoals mijn moeder die minstens één keer in de week geschrokken naar de wasmachine rende omdat ze in de veronderstelling was dat de kat erin zat. Ik wou gewoon mezelf zijn. Het begon allemaal bij de Efteling, het schoolreisje naar de Efteling. Vanuit elke hoek van het klaslokaal klonk afschuw en keer in de vorm van het eventueel voorstellen om te gaan paintballen. Of nog liever euthanasie, riep Tom. Je bent nooit te oud voor de Efteling, echoden nu in diezelfde hoeken. Een argument dat niet helemaal ophield toen we aankwamen en er een menselijke ketting van 6 tot en met 10-jarigen was gevormd tussen onze bus en de ingang. Daar zag ik je voor het eerst, tussen de schaduwen van 6-jarigen die hun snot aan het eten waren en tikkertje aan het spelen. Met een elegante beweging hou je het blonde plukje dat voor je oog ging achter je oren. Ken je dat gevoel dat je een gevoel nog nooit gevoeld hebt? Dat gevoel voelde ik. Je was wat ik pretendeerde te zijn met een soort zuiverheid die ik maar niet van me af kon wassen. Ik deed nog een poging jou in mijn vizier te houden, maar dat ging lastig toen ik van Tom helemaal moest kijken naar een video waarin ze claimde dat pinguïns twerkten. Ik duwde zijn telefoon vlug weg, maar jij was al nergens meer te bekennen. Volgens Tom was de poging van de pinguïns close enough. Close enough. De soepele mix van het Engels en het Nederlands is al jaren niet meer weg te denken. Eenmaal in de Efteling en uit de Python besloten Tom en ik op een bankje te gaan zitten, omdat we besloten hadden dit de beste manier was om onze lunch binnen te houden. Goed idee bleek toen een man 2 minuten na ons eruit kwam en zijn lunch en ontbijt hetzelfde deed. Een duidelijk te oude man voor de Python, die waarschijnlijk het helste recreatievoertuig had uitgeprobeerd om te bewijzen aan zijn kinderen en vooral zichzelf dat hij nog jong genoeg was om aan zulke gekkigheid te participeren. Maar daarbij had hij wel zijn lunch op het spel gezet. Het feit dat hij een pet op had, vertelde mij genoeg. Hij was een van de deelnemers aan een eindeloos lange marathon, waaraan de meesten pas beginnen in hun 40ste en die zich uit in het kopen van een motor of doen alsof ze nog wel haar hadden. Tom merkte op dat de meneer hotdogs had gegeten en gaf hem de tip dat dit nooit een goed idee was voor je in de achtbaan ging. Tom werd vriendelijk bedankt. Voor ons lag nu een deel van de meneer. Zijn gal gemengd met wat er over was van de hotdog en iets dat verdacht veel leek op broccoli. Een zielig plasje verleden met de zure geur die daarbij hoort. Ik identificeerde me te veel met dit plasje dan zou moeten. Toen zat jij plots naast ons en ik kon je groene ogen nu pas echt goed zien. Je mooie smalle gezichtje en de gewichtloze manier waarmee je jezelf droeg zonder arrogant over te komen. De volgende 4 uur zaten borden vol alle clichés. Inclusief de liefde bestaat niet en de ik haat clichés gesprekken. Op de achtergrond galmde Carnival Festival, romantisch dus.
2 jaar later is het al een gewoonte dat ik dronken voor je kamer in Utrecht sta. Wanneer ik weer eens mijn geluk probeer te zoeken in de diepte van de fles, in een tevergeefse poging mijn emoties te verzuipen. Als je dan de deur opendeed, was het duidelijk dat jij iets in mij zag wat ik zelf helemaal niet kon zien. Maar dit keer was het anders. Wat jouw woorden in eerste instantie niet wouden zeggen, deed je blik al. Het was de blik van het niet meer in staat zijn van kunnen dromen waar we waren, maar moeten accepteren waar we zijn. Gevallen in de put vol middelmatigheid. Dat was ook de norm tegenwoordig, accepteren. En het enige wat de mens in de 21ste eeuw in de weg staat, is zichzelf. Maar we hebben alle de hoop opgegeven. Althans, zo lijkt het als je ziet dat de mens niet eens meer tracht elkaar te begrijpen. Tieners die meer geven om zichzelf en hun likes dan om wat er nou echt speelt. Ze komen luchtdicht verpakt, net als kant-en-klaar maaltijden, opgewarmd in een magnetron waar geen enkele hersencel kan overleven. Ik hang losjes over je bureau wanneer proberen mijn drank binnen te houden wanneer de preek begint. Ja, waarom heb je voor alles een onzin antwoord? Zet die façade eens af, wees jezelf, bla 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 bla. Na die 4 woorden hoorde ik vooral ruis. Dat hoorde ik wel vaker om me heen, van op school tot in de trein, ruis. Ja, misschien kan je wel gewoon geen man zijn omdat je vader er niet was. Oh ja, hoe moest ik leren een man te worden? Moest ik maar gewoon tieten roepen en mijn penis in elk gat groter dan 4 centimeter wijd was stoppen? En als ik dan toch bezig was bij elke voetbalwedstrijd roepen dat Ajax de Joden waren, het bier nooit koud stond en de bal buitenspel? Jouw veel te kleine studentenkamertje met een bureau, een wastafel en je slecht opgemaakte 2-persoonsbed voelde koud. Kouder dan eerst. De zon brak al. Voor een tijdje regende het scheldwoorden en af en toe een boek of een pen. De zon brak al door jouw luxe flex, waardoor er kleine reepjes zonnestralen ontstonden en eentje daarvan viel op jouw prachtige groene ogen. Ik moest weg en hoefde niet meer terug te komen. Ik wil iets zeggen van. Het komt goed. Dit hoort het moment te zijn dat ook alles goed komt. Helaas stopt de ongelukkige samenloop van omstandigheden genaamd het leven zelfs niet voor mij. En met de vloeiende beweging spuug ik over je bed. Ik roep nog iets van, ik wil samen zijn. Nee, je wilt niet alleen zijn, er is een verschil. Deur dicht, bam, buiten. Alles wat ik achterliet, mijn zure plasje verleden. Had ik liefde of begrip gevonden, die 2 haalde ik nog wel eens door elkaar. Ik wou niet meer mezelf zijn. Ik wou zijn zoals mijn moeder, die minstens 1 keer per week naar de wasmachine rende, omdat ze in de veronderstelling was dat de kat erin zat. Ik wou zijn zoals mijn vrienden, die altijd de neiging voelden om duidelijk te maken hoeveel bitches ze fuckten. Ik wou zijn zoals de anderen op school. Ik ben Levi, ik ben nu 17 jaar oud en ik heb jou nog niet ontmoet. Maar als ik je had ontmoet, was ik je toch al kwijt.